Apple heeft zijn voorjaarscollectie gepresenteerd met een nieuwe iMac, nieuwe iPad Pro, nieuwe Apple TV 4K en die lang verwachte AirTag. Oh ja, en een paarse iPhone. Ik geef je mijn eerste indruk van al het nieuws. Hey, Erwin hier van Bright. Nou, voor de liefhebbers was Apple's Spring Loaded event smullen geblazen. Met heel veel aankondigingen van producten die ook nog eens best wel snel gaan verschijnen. De presentatie duurde een uur en ik vat even de hoogtepunten voor je samen. We beginnen bij podcasts. Apple pionierde daar 15 jaar geleden mee en introduceert volgende week in iOS 14.5 een vernieuwde app waarin je lekker fijn kunt grasduinen. In de app kunnen podcastmakers bovendien abonnementen gaan aanbieden. Voor advertentievrij luisteren bijvoorbeeld, extra content of exclusieve series. Deze professionaliseringsslag werd ook wel een beetje verwacht van Apple, dat iets tegenover het podcastoffensief van Spotify moest zetten. Volg trouwens ook de Bright Podcast, die is en blijft gratis. Extra gratis. Toen Tim Cook in de presentatie over de iPhone begon, dacht ik heel even van, hey, is dat een nieuwe iPhone SE misschien? Maar dat was het niet. Nee, het gaat om een nieuwe kleur voor de iPhone 12 en 12 mini. Perfect for spring. En die kleur is paars. Ja, nou, daar moet je van houden. Ja, dan de AirTag. Eindelijk komt hij dan op de markt. Apple's objecttracker doet feitelijk hetzelfde als die van Tile of Chipolo. Alleen veel effectiever. En waarom is dat nou? Nou, dat is omdat er een miljard Apple-apparaten wereldwijd meehelpen zoeken naar jouw sleutels, rugzak, handtasje of knuffel als jij buiten Bluetooth-bereik bent. Ja, net zoals je al je iPhone, iPad, Mac of AirPods kan traceren in de Zoek Mijn app, kun je nu elk object waar je zo'n AirTag aan hangt lokaliseren. En dankzij de U1 Ultra Wideband chip kan dat voor mensen met een iPhone 11 of 12 zelfs inclusief richtingaanwijzingen. De AirTag is trouwens water- en stofbestendig, dus hij is niet waterdicht. Er zit een batterij in die je kunt vervangen en die een jaar meegaat. En je kunt desgewenst gratis een inscriptie toevoegen of een emoji. De prijs voor de AirTag valt mij mee voor Apple's doen. €35 per stuk of €119 voor een 4-pack. De leren sleutelhanger met AirTag houden kost nog meer, €39. Ja, spoedig meer trouwens over de AirTag, want die kan ik al vrij snel gaan testen. Dus abonneer je op ons kanaal, zet die bel aan, dan zie je die video als een van de eerste. Next is de Apple TV 4K. Het zwarte kastje heeft ook een update gekregen en gaat van een A10X naar een A12 Bionic chip. Die verscheen voor het eerst in 2018 in de iPhone XR en XS. De extra rekenkracht van die nieuwe chip vertaalt zich onder meer in ondersteuning voor high frame rate HDR, high dynamic range, wat in opkomst is bij streamingdiensten. Die ondersteuning gaat ook zover dat het in AirPlay zit. Dus als jij op je nieuwe iPhone 12 Pro een Dolby Vision video heeft geschoten met 60 frames per seconde, dan kun je die gewoon via het Apple TV-kastje streamen via AirPlay naar je televisie. Opvallend genoeg zei Apple niets trouwens over gaming met de Apple TV. Ja, dat er ondersteuning is voor de controllers van de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox, maar opvallend. Ook nieuw, een nieuwe Siri remote. Weg is dit grote touchdisplay. Ja, was toch niet zo'n heel groot succes, mag ik wel zeggen. De ring is terug, zoals die ook zat op de eerste generatie remote voor de Apple TV. En dat zijn dan ook meteen weer knoppen, maar er zit er ook een swipe- en spoelfunctie op. En ja, er zit bovendien nog een knop op waarvan ik denk dat velen er blij mee zullen zijn. De mute-knop.
Wat ik wel echt een misser vind bij de nieuwe Apple TV 4K... is dat er geen ondersteuning op zit voor spatial audio. Apple doet dat wel op de iPhone, de iPad en op die nieuwe iMac, waarover zo later meer. Ja, jammer. Ik ben er even een groot fan van, dus ik had er een beetje op gehoopt. De nieuwe Apple TV 4K gaat €199 kosten. Dan krijg je 32 gigabyte opslag. Er is er ook eentje voor €219 met 64 gigabyte opslag. Nou, lijkt me een makkelijke keuze. Misschien nog wel de allerbeste deal is dat die nieuwe Siri remote ook los verkrijgbaar is voor €65. En die werkt ook met de bestaande zwarte Apple TV kastjes. Dus zowel de 4K als de HD versie. Komen we bij de grote kanonnen met als eerste de nieuwe iPad Pro. Daar hebben ze gewoon een M1 chip in gestopt. Niet normaal man, dat is een beest van een chip voor een tablet. Apple belooft 50% betere CPU-prestaties en 40% snellere graphics vergeleken met de vorige generatie iPad Pro. Ja, ook nogal pro, de 12,9-inch versie heeft een mini-LED scherm gekregen met wat 10.000 van die mini-pixels in plaats van 72. Mini-LED of Liquid Retina XDR, zoals Apple het zelf noemt, dat evenaart bijna de beeldkwaliteit van OLED met zwarter zwart. Een hoog contrast, tot wel 1 miljoen in dit geval, de ratio. En een tikkie brighter, helderder, met een piekvermogen van maar liefst 1600 nits. Het lijkt wel alsof Apple zijn XDR Pro display in een iPad Pro heeft gepropt. Ja, en daar houdt het Pro niet op. De USB-C aansluiting van de iPad Pro, die ondersteunt nu Thunderbolt. Dat is geweldig nieuws, want dan kun je bijvoorbeeld externe schijven aansluiten. Die met hoge snelheid, 40 gigabit per seconde, data heen en weer. Je kunt ook docks inprikken. Of je kan externe schermen aansluiten, waaronder Apple's eigen, ik noemde hem net al, die XDR Pro Display met 6K. Het hangt trouwens een beetje van de app af, welke je gebruikt. Maar over het algemeen blijft het aansluiten van een extern scherm helaas wel beperkt tot het vertonen van een mirror. Dus je ziet op dat externe scherm hetzelfde als wat je op je iPad ziet. Je kunt niet als het ware je desktop verdelen. De FaceTime-camera die zit helaas nog op dezelfde plek. Een beetje jammer voor mensen zoals ik die graag de iPad Pro in zo'n Magic Keyboard gebruiken. En dan zit hij dus aan de zijkant in plaats van bovenin. Maar goed, er zit nu wel een nieuwe ultrawide lens in. En die kan mensen ook volgen in beeld. En in- en uitzoomen. Dat is wel tof hoor. Center Stage noemt Apple dat. De nieuwe iPad Pro krijgt ook ondersteuning voor 5G. Oké, zwaar. En de opslag loopt nu op tot liefst 2 terabyte. Man, alsof je het over een MacBook Pro hebt. Ja. De prijzen beginnen bij €900 voor de WiFi-versie van de 11 inch. Hetzelfde prijs als de vorige generatie. En €1219 voor de 12,9 inch. Dan nog heel eventjes de accessoires. De Apple Pencil, daar is niets aan veranderd. De Magic Keyboard, die komt er nu ook in het wit. Nice. Let wel even op, voor de nieuwe grote iPad Pro is ook een nieuwe Magic Keyboard. Die grote iPad Pro die is namelijk 0,5 millimeter of zoiets dikker. Dus die heeft net een iets ander zwaartepunt. Ja, maken ze dan meteen toch weer iets nieuws voor. Ja, tot slot de aankondiging waar ik zelf het meest naar uitkeek. De nieuwe iMac. Bam! Ja, over die 7 kleuren, die doen terugdenken aan de allereerste iMac, is veel te doen. De meningen lopen nogal uiteen. De een vindt het te gek, de ander vindt het te lollig. Ja, ik denk dat ik zelf toch de zilveren ga kiezen. Classic. Ongeacht welke kleur je ook kiest, als je ervoor zit, is de nieuwe iMac sowieso een stukje lichter geworden. Die rand rond het daadwerkelijke scherm, die is wel smaller trouwens dan voorheen, maar toch breder dan ik had verwacht. Die is nu wit in plaats van zwart. De nieuwe iMac is slechts iets groter dan de vorige 21,5-inch versie. Maar dankzij die dunnere beeldrand heeft dat 4,5K-scherm nu een schermdiagonaal van maar liefst 24 inch. Lekker hoor. Over de grotere 27-inch iMac was geen nieuws. En ja, ook de nieuwe iMac is voorzien van die M1-chip. Het is daarmee de vierde Mac naast de MacBook Air, de instap MacBook Pro en de Mac Mini. En Apple ligt daarmee aardig op schema in die transitie van Intel naar Apple Silicon.
Afgezien van de CPU-prestaties en de snellere graphics, maakt die chip ook dat het ontwerp van de iMac nog platter kon. Die chip is heel energiezuinig, waardoor de ventilatoren die in de computer moeten kleiner konden worden. Die M1 is bovendien een system on a chip, waardoor ook het moederbord kleiner kon. De nieuwe iMac is slechts 11,5 mm dun. Achterop zitten naast de MagSafe connector 2 of 4 poorten. En heb je de versie met 4 poorten, dan zijn 2 daarvan geschikt voor Thunderbolt. Let wel op, er zitten geen USB-A poorten meer op en ook geen SD-slot. Voorop zit een nieuwe FaceTime camera die net als op de iPhone en iPad 1080p aan kan. De beste camera op een Mac ooit, zegt Apple dan. Ik zeg, dat werd een keer tijd. De 6 speakers in de nieuwe iMac zijn ook het beste sound system ooit in een Mac. En hier is trouwens wel ondersteuning voor spatial audio. Huh. En ook de microfoons zijn de beste ooit in een Mac. Nou, we gaan het allemaal testen voor je zodra wij een testunit binnen hebben. Dan nog even over de vaste accessoires van de iMac. De muis en het toetsenbord, die krijgen een matching kleurtje. Leuk hoor. Opvallend wel vond ik aan dat toetsenbord. Die komt in 3 versies. Je hebt met of zonder Touch ID en met of zonder numpad. Waarom niet ook meteen Face ID, denk ik dan. Maar goed, ja, Apple past dat nog op geen enkele Mac toe. Had wel gekund, hè? Gewoon bovenin bij die FaceTime camera. Joe. De prijs dan. De nieuwe iMac begint bij €1.449. Ik raad je alleen wel aan te kijken naar die versie met 4 poorten en een extra core bij de GPU. Die begint bij €1.669. De versie die ik zelf denk ik zou willen bestellen is de zilveren versie met 1 terabyte opslag, 512 extra, 16 gig geheugen, 8 extra, en de Magic Keyboard met Touch ID en Numpad. Ja, het is alleen nog niet helemaal bekend hoeveel die configuratie gaat kosten. Op 30 april weten we meer, dan beginnen de pre-orders, maar ik heb zo'n vermoeden dat ik wel moet gaan sparen. Voor de nieuwe iMac, iPad Pro en Apple TV 4K geldt pre-orderen vanaf 30 april, levering vanaf mid-mei. De AirTag is vanaf vrijdag wel al te koop. Mijn handen jeuken om ze kwijt te raken. Zeg eens, zo'n nieuwe iMac, zou jij voor zilver kiezen of toch zo'n zomers vrolijk kleurtje? Laat me weten in de reacties, vind ik leuk. En ik zie jou in de volgende video. Bye!